In je leven wil je iets groots neerzetten. Sommige mensen willen een boek schrijven. Sommige mensen willen een album maken. En ik ben van die mensen er één. En we hebben natuurlijk met Boom Klats een album gemaakt een aantal jaar geleden. En ja, dat vond ik wel een vet proces. En het mooie is van een album dat je ook kan laten zien wat je meer kan dan alleen maar een dansplaat maken. De vraag die ik mezelf stel bij het album is bij elke plaat, op elke track zou ik het thuis luisteren. En dat is het verschil. Want als jij in een club staat, dan is de muziek heel anders dan als je thuis luistert. En dan zoek je toch meer naar details of ja, naar de muzikaliteit ervan. En op de dansvloer gaat het ook veel meer om de drive. De album is nog niet zo ver af dat ik helemaal kan zeggen waar de stijlen, waar het allemaal vandaan is. Maar ik ben wel echt geïnspireerd door disco. Ik dacht bij mezelf, hoe kan ik voor zo min mogelijk geld een clip laten maken, maar die wel kwalitatief hoog is. En dan kom je eigenlijk snel op dat je moet gaan scouten naar de meest talentvolle mensen die nog wel aan het beginnen zijn, zeg maar. Via 100% Halal kwam ik bij Ine en Sanne. Ze hadden een clip gemaakt voor Thomas Azir. En toen ik dat zag, dacht ik, nou, dit is het gewoon. En toen kwamen zij met een idee dat ze dus met het effect van spiegels in de natuur wouden werken. En dat vond ik zo'n... Ik zag al meteen dat het helemaal klopte bij de muziek. En toen... dat is eigenlijk wat ze hebben gezegd. En toen was het klaar. Toen zijn ze een clip gaan maken. Ja, er komt sowieso een release feest natuurlijk. Maar waar en hoe, dat heb ik nog niet gepland.